Een belofte WK begint traditioneel met vallen en opstaan. Door een valpartij in de eerste van 11 ronden moet de helft van het peloton voet aan de grond zetten. Iedereen kan weer vertrekken, dat is niet het geval na de volgende valpartij. De Deen Jacob Niemsen heeft een paar wielen tekort. Het depaneren duurt lang. In het belofte WK rijdt alleen neutrale assistentie mee. Nog meer ongeluk, een heel merkwaardig geval van Dimitri Mourafiev. De Kazak slipt en valt spectaculair op het wegdek. Kijk hoe het peloton langs de ongelukkige Kazak scheurt. De Belgen rijden goed mee in de eerste koershelft. Yehudi Schoonakker en Steven Kleine leiden het peloton op de Torricelli, de enige helling in het parcours. Hetzelfde beeld na half koers. Nu rijden Leukemans en Hulsmans attent mee in de spits van de koers. Bondscoach De Kouwer mag niet klagen over zijn Belgische ploeg tot dan toe. De Belgen azen op de goede ontsnapping. Brandt demareert, links buiten beeld, maar hij krijgt te weinig steun en de trein stopt. Nog 50 kilometer en er vertrekt een gevaarlijk trio. Het peloton laat een gat vallen. Thor Hussehoft is een Noor die al 17 keer won dit seizoen. Leonardo Giordani is een Italiaan die achtste was op het EK in Lissabon. En Senyuchkin is de kampioen van Wit-Rusland. Het trio verzamelt een voorsprong van 3/4 minuut op het peloton en rijdt voor de 8e keer over de Torricelli. De Noor Hussehoft is een talent, maar klimmen is niet zijn grootste kwaliteit. Hussehoft moet eraf en kan al denken aan zijn profloopbaan die volgend jaar begint bij Crédit Agricole. Twee leiders dus nog, Giordani en Senyuchkin. Ook de Wit-Rus wordt prof in 2000 bij Panaria, dat weer een ploeg in koers brengt. Het peloton blijft hangen op 40 seconden van het kopduo. Ook na een nieuwe reactie van Christophe Brandt. Hij werd vorig jaar 13e en eerste Belg op het WK in Valkenburg. Giordani taxeert zijn Wit-Russische vluchtgezel. De voorsprong van de twee leiders loopt op 1 minuut en 15 seconden op 30 kilometer van de finish. Maar wanneer de bel luidt voor de laatste ronde, zijn de vluchters opnieuw binnen handbereik. Kleine versnelt bij de doortocht. En op de laatste beklimming van de Torricelli rijdt Giordani Senyuchkin los. De Wit-Rus is moe gestreden. Maar ook Giordani's krachtenarsenaal is beperkt. Wanneer hij bovenkomt, heeft de Italiaan maar 6 seconden voorsprong meer, met nog 8 kilometer voor de wielen. Daar zijn de achtervolgers, nog 3 Belgen erbij. Brandt, Kleine en de snelle Leukemans. In de afdaling stopt de Italiaanse ploeg voorbeeldig af. De andere landen houden een tactisch onbegrijpelijke wapenstilstand, ook België. Achteraf zal blijken dat de 3 Belgen vooraan elk hun eigen kans gingen. Zo krijgt Giordani de wereldtitel cadeau, zeker niet onverdiend, maar toch dankzij de passiviteit van alle niet-Italianen in de slotfase. Giordani heeft de prachtige rijstijl van een flyer en de wereldtitel is voor hem. De 22-jarige Romein won dit seizoen al de Giro delle Regioni. Hij is de 21ste Italiaanse wereldkampioen bij de amateurs en belofte. 8 seconden na Giordani strandt de groep. Luca Paolini, nog een Italiaan, eindigt tweede. De Duitser Matthias Kessler derde. Björn Leukemans is eerste Belg op de 6e plaats. Kleine is 9e, Brandt 15e. 3 Belgen dus in de top 15, maar wereldkampioen is Leonardo Giordani. Zilver is voor Paolini, brons voor Kessler, Kirche is 4e, Calcagni 5e, Leukemans is dus 6e. Dan volgen Sabeljauskas en Lope Boselli, nog een Italiaan. Op het einde leek het er nog in te zitten dat Italiaan zou gegrepen worden. Ja, die andere Italianen die stopten iets te goed af en het was niet gekort eigenlijk. Jullie zaten er nog met 3, 4 bij van de Belgen. Met 3, ja. Was er niks meer te doen? Kon er geen overleg zijn om te zeggen, kijk, we zetten alles op. Jou bijvoorbeeld. Ja, maar ik heb het gevraagd aan Steven, maar die was ook goed. Dus ja, het is normaal dat hij ook zijn eigen kans gaat. Het is een WK. Ik begrijp dat wel. Maar ja. Ja, ik ben toch content met de 6e plaats. Dus ja. Ja, het is goed geweest. Wat antwoord je op mensen die zullen zeggen, ze hebben het misschien prachtig gedaan als ploeg, maar ja, er moest er een uitkomen, hè? Ja, dat is altijd zo, maar je moet ook wat geluk hebben, hè. Ja. Kon je dan niet als ploeg rijden? 1 kopman in die laatste ronde, ik bedoel niet van bij de start, maar in die laatste ronde, wie is de snelste? 2 anderen in dienst van? En dan zit er misschien een podiumplaats in.
Ja, maar je moet ook kijken hoe goed dat je bent. Hè. Je kunt een zesde plaats rijden op een economische manier. Je kunt een negende of een tiende plaats rijden op een economische manier. Ik denk dat we nog niet zoveel overschot hebben dat we echt al de wedstrijd kunnen in handen nemen. Wat zijn conclusies van jou na het zien van deze wedstrijd met het oog op zondag dan? Ah, met het oog op zondag, het is gebleken dat het eigenlijk een lastige wedstrijd is. Dat is echt gaande de laatste ronde dat je daar echt het verschil kunt maken. Dus dat kan alleen maar goed zijn voor een van den Broeke. En wat het parcours zelf betreft, ik denk dat dat uitstekend is voor die vijf anderen. Want we zullen er nu maar al vijf noemen, we zullen er Wouters ook maar al bij nemen nu. Tot zover de belofte. Dan de junior. Alleen de eerste kilometers laten kan...